En Christy, jij gaf in de uitzending aan hoe graag je zou willen paardrijden, maar dat daar nu gewoon geen geld voor is. Nou, er hebben verschillende maneges gereageerd na de uitzending. En een van die maneges is manege Ebbers uit Beek. En die willen heel graag dat jij gratis 2 lessen mag komen paardrijden. 2 keer een uur mag komen paardrijden. Leuk. Wat betekent dat voor jou als moeder? Dat je misschien je kinderen niet alles kan laten doen wat je zou willen? Ja, ik vind dat best wel erg voor ze. Ik moet altijd neven kopen. Ze willen graag dingen doen. Maar dat zit er gewoon niet in. En dat ze nou 2 uur mag paardrijden, ik vind het geweldig. Echt super. Ja, daar ben ik echt heel blij mee.